mag ook. Nou, bier is op. Geeft die man een biertje. Die man heeft niks te drinken. Ja. Ja. We hebben, ja. Nee, deze. Oh, nee. Ik wou het zeggen. We hebben het even bij jou neergezet. Ja. Oh, oké, delen. Daar ging het over. Delen. Stekel, de deeleconomie. Ja. Hey, prachtig, die deeleconomie. En het is natuurlijk heel erg mooi dat je bij het Nederlandse Peerby, absoluut aanraden, de krultang van de buren kan lenen. Of de boormachine van je buurman. En geweldig dat je via thuis afgehaald kunt genieten van de kookkunsten van iemand bij in de straat. Maar laten we eerlijk wezen, klein beetje soft is dat allemaal wel. Kan ook anders. Dat doen jullie. Flow 2. Kim Choa en Laurie Zwart. Kim, we beginnen even bij jou. Want wat doen jullie? Nou, wij hebben een gat in de markt gevonden. En dat gat in de markt is dat we ook, en dat is de bedoeling dat we dat wereldwijd gaan doen, bedrijven en instellingen gaan motiveren om te gaan delen. Dus die bedrijven die trend, nou, of eigenlijk is het ontwikkeling naar die deeleconomie zien. En die extra omzet willen maken, extra rendement willen maken op hun, zal ik maar zeggen, materiële vaste activa, op hun assets, op hun spullen. Dan wel op personeel dat onderbezet is. Die kunnen bij ons terecht om die capaciteit te verhuren of te verkopen. Even gewoon vertaald naar een gewoon voorbeeld. Een aannemingsbedrijf dat stijgers heeft staan in het weekend, boormachines, aanhangwagens en daar niks mee doet. Ja, ook door de week. Hè? Dus elk bedrijf heeft voor zijn eigen productie een bepaalde capaciteit. Daar zit pieken en dalen in. Op het moment dat je een dalmoment hebt ten opzichte van dat wat je aan ijzeren activa hebt staan, dan kan dat bij ons op de website worden aangeboden. Er zit ook een planningsmodule bij. Hè? Dus jouw stijger of jouw graafmachine, die kan je aangeven op donderdagmiddag en vrijdag de hele dag is die beschikbaar om te worden ingezet door derden. Ja, door je collega's. Maar de traditionele delen, namelijk dat je voor heel weinig geld jouw boormachine of je krultang aan de buren uitleent, daar gaat het hier niet over. Hè? Het is gewoon verhuren. Nou, delen is, hè, ik ben jurist, delen bestaat niet in het wetboek. Je hebt eigenlijk alleen maar verhuren, je hebt verkopen, je hebt lenen of ruilen. Dat is eigenlijk de varianten die er zijn. Dus de deeleconomie is een economie in feite dat draait om dat wat er al is, om dat op een efficiënte manier te gebruiken. Dus ja, maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Het is een manier voor bedrijven en instellingen om dingen die ze niet gebruiken te gelden te maken. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Ja, je hebt natuurlijk altijd al de professionele verhuurbedrijven gehad, waarbij bijvoorbeeld een bouwbedrijf X door de week zijn graafmachine kon gaan huren. Nou, dan betaalde hij daar een bedrag voor, wat eigenlijk vrij hoog is. En nu kan hij eigenlijk gewoon bij zijn buurman of een collega bedrijf een kilometer verderop zeggen van, nou luister, heb jij toevallig een graafmachine staan die ik tijdelijk nodig heb? En kan ik die een week van jou lenen? Nou ja, en dat kan natuurlijk dan tegen een lager tarief dan bij andere verhuurders. Maar mijn vraag blijft dan van delen. Het is eigenlijk verhuren tegen een niet-commerciële prijs. Nou, dat is... Waar het over gaat is dat we naar een nieuwe economie gaan. En die economie die is gebaseerd op efficiënter gebruiken wat we hebben. Hè, dus of de economie van als we iets gaan produceren, dan doen we dat op een zo milieuvriendelijke manier. Onderdeel van die hele beweging van de lineaire naar een circulaire economie is dat we efficiënt omgaan met onze resources, met dat wat we hebben. En dat betekent dat op het moment dat een boormachine in jouw garage ligt niets te doen, of een boormachine van een bedrijf of een graafmachine of een operatiekamer of een MRI-scanner onderbezet zijn, niet gebruikt worden, dan is er nu een platform waarbij eigenaren dat kunnen verhuren. Eigenlijk komt het op het volgende neer. Het is eigenlijk heel simpel. Internet is een killing voor de tussenhandel. Hier geldt eigenlijk hetzelfde. Elke ondernemer, dus elke eigenaar van materiële vaste activa, wordt de verhuurder daarvan. Voorheen, thans, de professionele verhuurbedrijven. Maar elke werkgever
voor het uitzendbureau van zijn eigen personeel. Want personeel, hè, in het kader van onderbezetting dan wel in carrièreontwikkeling, die kan door de werkgever, hè, daar moet wel overeenstemming over worden bereikt, bij ons op de website worden aangeboden om, daar, om zijn skills, zijn kennis en kunde in te zetten. Ik heb nog een goede presentator in de aanbieding. Kan ik die er ook, kan ik Stekel ook een plekje krijgen bij jullie? Alle productiemiddelen. Ik werk alleen maar op dinsdag. Ja, de rest van de week. Het staat je vrij om een account aan te maken en je kwaliteit aan te bieden op onze site. Hey, okay. Maar goed, voor ons idee was eventjes, wij zaten natuurlijk heel erg denk in grote graafwerken. We hebben een filmpje hoe het werkt. Oké, okay, doen we dat eventjes. Ja, is goed. Ja? Peter, kan die... Ja? Oké, okay. Maar hoe werkt Flow2? Stap 1, schrijf je in. Gratis, makkelijk. Bij mij is het nu wereldvullend. Stap 2, voer het materieel op wat u wenst te verhuren. Ik zie daar niks. En voor hoe lang? Of zoek wat u nodig heeft. Zie jij wat, Peter, of niet? Nee. Nou, dan kunnen we beter even stoppen. Dan stop ik weer. Wanneer en voor hoe lang? Nou, dan hebben we een mooi momentje, want we kunnen dan zeggen dat je op de site flow2.com dit filmpje kan bekijken. En je kunt ook jezelf daar aanmelden of kijken wat er in de aanbieding is. Hey, kun jij vertellen wat jullie zijn? Schat ik, jaartje of twee misschien bezig? Zo wel? Helemaal beeldvullend. Nog één keer proberen. Stap 1. Schrijf je in. Gratis, makkelijk en snel. Nee, weet ik niet. Stap 2. Voer het materieel op wat u wenst te voeren. Ik denk dat het fout is in deze dat we getest hebben. Ik heb het geprobeerd en toen werkte het. Dat moeten we niet meer doen. Volgende keer laten we dat. Ik zei van, in mijn beeld zijn jullie jaar of twee bezig. Is misschien minder, maakt even niet zoveel uit. Kun je vertellen, dit idee snap ik. Ik vind het een fantastisch idee. Maar hoe loopt het? Nou ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Het gaat steeds de betere kant in. Het is natuurlijk een, zoals Harm en Pieter net al zeiden, het is een hele nieuwe ontwikkeling. Dus zowel consumenten, maar dus ook bedrijven moeten gewoon wennen aan het feit dat ze dus niet meer alles zelf hebben en beschikken. Maar dat ze eigenlijk gaan kijken van nou, wat heeft mijn buurman staan en kan ik daar gebruik van maken? En zo'n ontwikkeling heeft natuurlijk tijd nodig. En wij zijn vorig jaar juni zijn wij live gegaan met het platform. En inmiddels hebben we nu zo'n 20.000 items er al op staan die worden aangeboden. En we zijn eigenlijk begonnen in de bouwsector. Maar eind december kwamen we er eigenlijk achter van nou ja, de bouwsector, hè, daar gebeurt weinig. Iedereen krijgt het mee. Dus hebben we daarna besloten om eigenlijk ons platform uit te breiden naar eigenlijk een one-stop shop. Dus waar bedrijven eigenlijk alle capaciteit die ze hebben, van rollend materieel tot aan vergaderruimtes, tot aan personeel, eigenlijk aan kunnen bieden. Dus ook in de zorg en in het vastgoed, transport, ja, alles is eigenlijk mogelijk. Ja, alles is mogelijk, snap ik. Maar welke jullie eerste ervaring is? Welke gebieden, waar is men het meest, staat men het meest open voor dit idee? Want iedereen moet wel een drempel over, denk ik. Ja, zeker. Nou, we merken vooral, we zijn nu ook bezig om bedrijventerreinen eigenlijk actief te krijgen. En we merken dat dus de MKB-bedrijven eigenlijk heel erg positief tegenover het idee staan. En we zijn vandaag ook in gesprek geweest met een ondernemersvereniging op een bedrijventerrein in Zwolle. En die hebben gezegd van, nou ja, het zou voor ons super gaaf zijn om dus eigenlijk dit hele bedrijventerrein, zeg maar, actief te krijgen binnen die deeleconomie. En dat die kleine bedrijven dus eigenlijk met elkaar die capaciteit kunnen gaan uitwisselen. En dat zijn dingen waar wij van merken dat nu echt begint te groeien. Ja, waar moet je de mensen in over welke argumenten gebruik je om de partijen te overtuigen? Die denken, het is allemaal maar gedoe. Hè? Want ik bedoel, dat ding staat wel ongebruikt. Maar als ik dan weer afspraken met mensen moet gaan maken, en iemand moet het komen ophalen en et cetera. Ja, daar komt het hele land door kan ook nog. Ja, kan ook nog. Ja, daar komt natuurlijk wat extra werk bij kijken voor een bedrijf. Maar aan de andere kant levert het natuurlijk ook een nieuwe financiële stroom op. Hè? Er komt omzet binnen voor iets wat eigenlijk normaal stilstaat. Dus
uiteindelijk zal er binnen bedrijven of op een bedrijventerrein iemand zijn die een soort flow-to asset manager gaat worden. Dus die ja, dat eigenlijk gaat regelen. Ja, daartegenover komt er wel voor een bedrijf omzet binnen. Dus dat is wel de grootste trigger. En hebben jullie al wat je zegt? Je kunt ook personeel aanbieden. Gebeurt dat ook al? Ja, er zijn al een aantal. Daar zijn we eigenlijk in juni dit jaar mee begonnen. Dus we zijn eerst echt hebben de focus gelegd op materieel. En we zijn daarna dus ook inderdaad met kennis en kunde van personeel. Er zijn nu inderdaad al een aantal accounts aangemaakt door mensen die echt hun capaciteit aanbieden ja, via Flow2. Ja, mensen zelf? Oké, okay. Maar zijn er ook bazen die zeggen, nou weet je, dit personeelslid heb ik op donderdag en vrijdag over? Nou, dat hebben wij dus nog niet, maar dat voorbeeld kwam dus vanmiddag in dat gesprek aan de orde. Dus we zitten in de dynamiek van dit is een disruptief radicale innovatie. Waarom moet ik op Facebook, waarom moet ik dat delen? Nou, in die dynamiek zitten we. En op het moment natuurlijk dat we de early adopters aan ons gebonden hebben, ja, dan volgt de rest van de mensen ook. En zoals jullie interview voeren, zo doen wij eigenlijk ook ons onderneming voeren, namelijk op een hele organische manier. En je kijkt op wat op je afkomt en daar doe je wat mee. Ja. En die 2 jaar komt denk ik, want ik heb een van de initiatiefnemers van dit platform, Wil Robben, heet hij, meen ik. Ik denk dat ik hem 1 jaar of 2 geleden gesproken heb in de ijsbreker toen hij met dit plan, rondliep. Zo'n plan als dit, waar je eigenlijk nog mensen moet uitleggen wat ermee kan, waarom het zinvol is, waardevol is, heb je dus heb je tijd voor nodig. Hè? Dat is niet iets wat je in 1 of 2 jaar echt van de grond krijgt. Hoe zitten jullie? Zijn jullie financieel? Hebben jullie grote investeerders? Ja, we hebben op dit moment een grote investeerder achter ons. Dat is een informal investor. Die heel erg gecommitteerd is aan onze onderneming. Die ook heel veel potentie ziet in deze onderneming. Die ook de dynamiek begrijpt. En dat er eerst een periode van awareness nodig is. Alvorens de eerste commerciële transacties plaatsvinden en kaststroom op gang komt. Hoewel we vandaag mogelijk onze eerste echte transactie, contract hebben kunnen sluiten. En we zijn nog in gesprek met andere partijen. Kijk, de bedoeling is om dit platform wereldwijd neer te zetten. Te beginnen in Nederland, omdat we Nederlandse initiatiefnemers zijn. Voor de business development in Nederland hebben we nog wel wat extra kapitaal nodig. Maar op het moment natuurlijk dat we nu in commerciële zin succesvol zijn, dat de kaststroom op gang komt, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat de buitenlandse partijen instappen of geïnteresseerd raken. We hebben een netwerkorganisatie, dat wil zeggen dat we in feite een organisatie zijn bestaan uit zelfstandige ondernemers. En ook daar, dat geeft ons de mogelijkheid om op te schalen, omdat het zomaar zou kunnen zijn dat er in Frankrijk of in Griekenland of in Duitsland ondernemers opstaan of partijen opstaan die zeggen, goh, wij willen jullie concept in dit land vermarkten. Ja. Ook dat is een stuk nieuwe economie. Ja, toch begrijp ik het nog niet helemaal. Want we hebben het over de deeleconomie. En ik zit nu ook door jullie site te klikken. Zit je in vastgoed, winkelruimte, kantoorruimte, opslag, noem maar op. Dit is toch niks anders dan marktplaats waar mensen dingen die ze hebben aanbieden om te verkopen of te verhuren. Klopt, het is very simpel. Dus het is gewoon een marktplaats. Je plakt er een nieuwe etiket op en je zegt, het is een deeleconomie, maar het is eigenlijk gewoon marktplaats. Laurie heeft een heel leuk stuk geschreven waarbij we eigenlijk zeggen dat delen niks anders is dan de herintroductie van oude gebruiken. En een van die oude gebruiken was, van voor de jaren 60 zal ik maar zeggen. Hè, en met name in het dorp, in de stad, om dat wat beschikbaar was, om dat met elkaar te delen. Hè. In de landbouw is dat. Waarom denk jij dan dat je, als je zeg maar zegt van het is eigenlijk gewoon marktplaats, yes, dat je dat beter zou kunnen dan marktplaatsen doet? Nee, omdat wij een bedrijf. De marktplaats zoals wij die kennen is voor particulieren. En dit is een marktplaats voor bedrijven. En dat is het verschil. Maar een marktplaats wordt overheerst door bedrijven. Driekwart van de advertenties zijn natuurlijk verkapte. Het zijn geen particulieren, het zijn bedrijven die dingen te verkopen. Ik zie op marktplaatsen niet te ver huur staan van graafmachines. Daar zit een groot verschil in. Oké, dus je hebt voor de echte grote
Of ook MRI's kennis. Het concept dat wij hebben, namelijk dat een eigenaar, dat wij een distributiekanaal zijn voor ondernemers om een extra omzet te creëren met hun assets, verhuur. Ja. Dan wel verkoop. Of het uitzenden van hun personeel. Dat vind je in marktplaats.nl niet terug. Maar ben je dan niet veel te generalistisch? Want je noemt nu zelf medische apparatuur. Anesthesiologie staat er ook op als categorie. Ja. Geen enkel ziekenhuis gaat toch ooit zomaar een apparatuur... dat soort cruciale apparatuur huren bij een platform zoals jullie. Waarom niet? Waar levens van mensen van afhangen. Waar je de onderhoudsgeschiedenis wil kennen en precies wil weten... Nee, maar misschien huren ze de spullen niet, maar waarschijnlijk zeg je eigenlijk, ze huren de ruimte. Ik kan nu, ja, er wordt capaciteit. Toch, die spullen gaan niet naar een ander. Nee, de spullen gaan niet vanaf. Dus je hebt rollend materiaal, dat gaat naar de gebruiker. En je hebt vast materiaal, zoals een MRI-scanner of een operatiekamer of wat dan ook. En die blijft waar het is. En dan komt alleen de patiënt en de dokter en het verpleegkundig personeel komt daarmee. De verhuurder, het ziekenhuis, zal waarborgen dat deze mensen over die kwaliteiten beschikken om dat apparaat te bedienen. Ja, dat gebeurt nu al via jullie platform. Ja. Ja. Hey, wat hebben jullie ingebouwd? De platformen die wij kennen, een heel belangrijk deel daarvan is natuurlijk, hoe weet je wat kwaliteit is, de partij bij wie je het huurt, et cetera. Dat gaat bij alle platforms zoals we ze kennen, of dat nu Airbnb is, gaat over ratings van klanten, et cetera. Is dat ook voor jullie de belangrijkste manier om straks het kaf van het koren te scheiden als er een groot aanbod is? Ja, zeker. Ja, we hebben op de website eigenlijk allerlei aanvullende servers die dit vertrouwen bij bedrijven onderling eigenlijk waarborgt. Dus we hebben bijvoorbeeld services als verzekeringen, aanvullende verzekeringen die ze af kunnen sluiten, maar ook model huurovereenkomsten. Bedrijven hebben de mogelijkheid om bij hun materiaal certificaten, dus veiligheidscertificaten, te uploaden. Daarnaast kunnen gebruikers elkaar beoordelen aan de hand van reviews en ratings. Daarnaast hebben we ook nog een optie dat bedrijven bijvoorbeeld alleen in hun eigen community of groep kunnen delen. Dus stel bijvoorbeeld dat een bedrijventrein hier in Amsterdam zegt van nou, wij willen heel graag gaan delen met elkaar. Maar dat willen we dan wel alleen met ons eigen bedrijventrein. Ja, dat is het voorbeeld wat jij noemt eigenlijk van de bedrijventrein. Ja. Je bedoelt eigenlijk niet zozeer met de rest van de wereld, maar kan. Hoe kunnen we gewoon in onze kleine cirkel waar we de mensen kennen. Ja, kan. Dat is een optie die ze hebben. En dat heeft natuurlijk allemaal met dat vertrouwen online te maken. En zo proberen wij dat te waarborgen op de website. Ja. Ja. Ik zie ineens eens aan die grote werktuigen door Europa rijden, vormen. Wat heeft jou verrast tot nu toe? Wat is je tegengevallen? Nee, ik wist waar ik aan begon. En ik wist dat ik te maken had met een... ordeverstorend businessplan. Hè, zoals Jan Jonker dat noemt, gewoon een nieuw businessmodel. Als ondernemer begrijp je dan dat er wat tijd nodig is om dat tot volle wasdom te laten komen. Nou, als je die dynamiek begrijpt, dan kan je daar ook op besturen. En daarom is ook de afgelopen jaar heel veel aandacht gegeven. Gewoon in marketingcommunicatie zijn we terechtgekomen... in de leading Trendwatch gidsen, zal ik maar zeggen, zijn we betrokken geraakt bij de Ellen MacArthur Foundation, die ons partner heeft gemaakt in een groep van 100 multinationals, om die transitie naar die circulaire economie vorm te gaan geven. Dus we zijn een bedrijf dat nu zich positioneert als de leading sharing marketplace voor in feite de rest van de wereld. En het mooie is dat je ziet, en dat stemt mij wel tot, ja, daar word je wel blij van, is dat als je dat ziet op een organische manier, je onderneming dan ook leidt, hè, met heel veel vertrouwen door heel veel vertrouwen te geven aan de mensen met wie je werkt, dat je dan zoals vandaag toch je eerste contract in feite kan sluiten. En weet dat er dan heel veel in feite nog aankomt. Ja, want wereldfaam is je doel.
Nou, dat is niet. Ja, dat is eigenlijk gegeven. Dat is in de aard van de positionering van dit platform. Hè. Dit platform is gepositioneerd als een global platform. Jullie hebben ook al een site in het Engels en het Duits. De basis is Engels. Ja. En dat is wat we willen doen. En het leuke is, ik zat vorige week in Griekenland. Had ik een gesprek met een journalist die heel erg actief is rondom al die social enterprises die nu in Griekenland ontstaan. Die ook laaiend enthousiast was over Flow2. Nou, vanmiddag hebben we nog vragen beantwoord van het ministerie van Economische Zaken van Singapore. Ik spreek op 10 oktober in Rome over voor 400 directeuren uit de Europese lease-industrie. Er is heel veel vraag naar inzicht over dit businessmodel. En dat geeft ook de potentie aan waarin we spelen. Ja, je zegt we zijn een verstorende partij. Ik ben niet zo thuis in de verhuurders van apparaten. Ik ken alleen maar BoRent, zeg maar. Maar hoe is er in die wereld gereageerd? Je kent ladders en aanhanglagers, toch? Nou, mijn uitgangspunt is, de markt heeft altijd gelijk. Dus er zijn professionele verhuurders gekomen die hun aanbod bij ons op de site hebben gezet. Die daar dus op dit moment een keuze hebben gemaakt. Om te zeggen, nou, dat past ons. En andere bedrijven, nou, die hebben we niet ontmoet. Maar die zullen de keuze hebben gemaakt om daarvan af te zien. Maar zij behoren te weten dat internet maakt dat de tussenhandel, dus ook zij, in feite op zoek moeten naar nieuwe verdienmodellen. Ja, maar eigenlijk zijn jullie de nieuwe tussenhandel, toch? Nee, het is... Jullie verdienen geld aan dat geld dat van de een naar de ander gaat. Nee, wij hebben een platform. Maar het is eigenlijk, de kracht gaat terug naar de particulier. En de kracht gaat terug en de macht gaat terug ook naar het bedrijf zelf. He, dus het bedrijf zelf en de particulier, die bepalen welke assets zij gaan verhuren, dan wel gaan inhuren. En ja, maar power to the people. De essentie van Ewens' vraag is, jullie zijn de nieuwe tussenhandel, want jullie houden een percentage in van de omzet. Nee. Nou, wij, nee. Ja. Nee, wij rekenen geen transactiefee. Okay. Dus wij krijgen geen percentage. Hoe werkt dat dan? Wij werken eigenlijk als het oude marktplaatsmodel. In ieder geval zoals de marktplaats het ook doet. Dus wij vragen een x-bedrag voor het plaatsen van een advertentie. Dus als ik mijn bestelbus op de website wil zetten voor een maand, dan betaal ik daar een bepaald bedrag voor. En dan betaal ik alleen voor de periode dat het zichtbaar online is. Ja. Dus eigenlijk is het... En daar hebben jullie modellen voor? Van wat voor apparaten, welke kosten aan welke kosten? Dat is dan inderdaad afhankelijk voor wat het verhuurde item oplevert. Dus een beamer, daar betaal je dan minder advertentiegeld voor dan voor het adverteren van een graafmachine. Want dat levert natuurlijk veel meer op als ik die een dag verhuur. Ja, en voor grote partijen die honderden stuks erop hebben staan of duizenden stuks, dan maak je speciale arrangementen. Maar het gaat erom dat zij via ons platform extra omzet creëren. En dan moet dan een reden. Dan is het dan niet onlogisch in een zakelijke omgeving dat daar dan voor ons een redelijke vergoeding tegenover staat. En dat zal zich in de toekomst moeten gaan zetten, want dat is allemaal nieuw. Ja. Ik vind ook dat je alle recht hebt om daar wat voor te krijgen dan, hoor. Laten we dat... Ik vind het een mooi initiatief. Ik denk inderdaad dat je misschien... voor mij zijn de grootste barrières zeg maar psychologisch bij jullie. Dat mensen ook mensen gewend zijn aan te hebben, zeg maar, en niet te delen. Dus hebben jullie... is vertegenwoordigen, zeg maar, is het evangelie brengen... is dat een belangrijke functie op dit moment voor jullie? Op pad? Ja. Langs de zaal, overal waar je een stijger ziet, even binnenlopen. Ja, nou ja, ook. Maar we zijn vooral ook bezig om gewoon echt in de communicatie, dus in de media, gewoon het hele concept neer te zetten. En bij zoveel mogelijk evenementen aanwezig te zijn. En gewoon de kansen van de deeleconomie, business to business, maar ook particulier, gewoon aan het licht te brengen. En zoveel mogelijk opinieartikelen. En vooral gewoon één op één gesprek met bedrijven om ze te overtuigen van, nou, hè, ga meer doen met wat je al hebt. Ja. Je kan er een mooie boterham aan verdienen. Speelt, en het is nog goed voor de planeet. Speelt de crisis jullie in de kaart? Bijvoorbeeld in de bouw, er staan ongelooflijk veel spullen natuurlijk overal stil. Ja, nou, ja. Daar dus niet. Want daar zit een structurele overcapaciteit. Dus dat is niet door ons weg te werken, zal ik maar zeggen. Maar van de week in Griekenland zei hij... eigenlijk is volgens hij zegt... het is heel eenvoudig om Flow2 aan de gang te krijgen in Griekenland. Waarom? Omdat
omdat de ondernemers daar echt op zoek zijn naar relief, naar ontlasting van hun bestaande situatie. En het uitwisselen van, onderling uitwisselen van capaciteit is een van de middelen die hun die relief kan geven. Ja. En dat was dat is heel erg mooi. Ja, maar dat is de crisis, hè? Dus het loopt terug, je hebt te veel capaciteit, hoe raak je er vanaf? Right. Ja. Het enige waar ik hem, wat ik lastig blijf vinden in jullie concept, want je gebruikt het heel vaak, hè, de deeleconomie. Ik denk jullie doelgroep verhuurt. Eigenlijk. Dan wel verkoopt. Dan wel verkoopt. Ja, is het gebruik van het delen ook niet een beetje een marketingtruc om aan te sluiten bij een trend in de samenleving? En zijn jullie natuurlijk veel meer gericht op het bemiddelen tussen mensen die spullen hebben en ze eigenlijk willen verhuren aan anderen? Terwijl het delen, dat bedoel ik, heeft toch een beetje de... dat is... Maar goed, dat is dan... Dat is minder commercieel, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is... Als je kijkt naar Rachel Botsman, die heeft dan een stuk geschreven van... Oké, wat is collaborative consumption? Ja, het delen is daar een manier van. Het ruilen ook, het weggeven ook. En het delen wordt dan gezien als iets van... Iets verplaatst zich van waar het niet nodig is naar waar het wel nodig is. En of dat nou gaat zonder financiële transactie of met, dat maakt daar geen verschil. Het gaat er gewoon om dat waar iets te veel is, gaat naar waar het nodig is. Dus het model nou gaat het gaat om het gaat om redistribution. Het is niet normaal dat er grote fabrikanten zijn van heavy equipment met 17 fabrieken en 30.000 man personeel die bulldozers in de markt blijven zetten. In West-Europa, bij wijze van spreken. En die uiteindelijk een bezettingsgraad hebben van 20%, 30%, 40%. Dat is niet normaal. Ja. Wat wel normaal is, is dat je eerst gaat gebruiken, dat die zorgen dat die machines hun gebruiksuren maken. En als ze dat niet maken in de westerse samenleving, omdat daar een verzadiging is, dan moet het naar plekken in de wereld waar daar wel behoefte aan bestaat. En waar helemaal niet nodig is dat er weer nieuwe assets naartoe gaan. Dus in feite gaat het om die deeleconomie, die sharing economy, collaborative consumption, whatever. Het gaat om dat je gaat dat wat we hebben gaan herverdelen. Dan wel lokaal. In je buurt, dan wel regionaal, dan wel nationaal, dan wel internationaal. Ja, en geld zal altijd een smeermiddel blijven om dat te faciliteren. Er is niet voor niks een monetaire economie ontstaan, omdat de klassieke ruilhandel niet voldeed. Dus met de monetaire economie en waardecreatie die erachter ligt, is helemaal niks mis. Ja. Ja, uiteindelijk, kijk, je ziet nu ook in Nederland en overal op de wereld zie je ook dat er ideeën ontstaan rondom een alternatieve munteenheid. Dus je zou zomaar voor kunnen stellen dat er op een gegeven moment een flow-to-munt ontstaat, waarbij gebruikers van ons platform eigenlijk met die munt dan met elkaar die capaciteit uit kunnen gaan wisselen. Ja, en met die journalist in Griekenland heb ik dan ook gesproken, maar daar zitten ook alternatieve currencies in. Dat ook die alternatieve currencies kunnen worden gebruikt om die transacties via Flow2 te organiseren. Ja, en heet het drachma. Ja. Nou ja, verder heb ik in ieder geval vandaag geleerd dat juridisch delen helemaal niet bestaat. Nee. Dus, dat is een marketingterm. Dat is een marketingterm. Ja. Oké, ontzettend bedankt. Heel veel succes. We hopen jullie over een tijdje gewoon hier weer te spreken om te kijken hoe het gaat en wat jullie geleerd hebben. Wij nodigen mensen altijd graag na een bepaalde periode weer terug. Wanneer mogen we jullie afrekenen of jullie ambities? Volgend jaar. Volgend jaar. Okay. Rond deze tijd. Rond deze september 2014. Ja. Oké. Doen we dat, afgesproken. Goed, bedankt voor het kijken. Als je live kijkt, blijf nog even hangen, want we zijn nog niet klaar met de voormalige deeleconomie. We gaan nog eventjes verder hier. De voormalige deeleconomie? Ja, dat delen bestaat niet, heb ik nu geleerd. Oh. Dus, dat is gewoon eigenlijk, dat is marketing. Nee, dat is waar. Dat is marketing. Als je dan niet live kijkt, dan kun je het on-demand allemaal bekijken. Zullen bedankt Streamzilla voor het mogelijk maken van deze stream. En ik wil even niet vergeten om Timon Rebel te bedanken, want die er ook voor heeft gezorgd dat een aantal mensen die het nog niet via de site konden kijken, althans het begin van de eerste uitzending, alles komt natuurlijk on demand, dat later toch konden doen. En ik wil zeker ieder van jullie aanraden om Fast Moving Member te worden. Dat kun je via de site, tientje per maand. En daar maken we toch mooie programma's voor. Tot zo direct. Dag.